Dank je! Wat de fuck is dit? Die mensen... Nee! Wat? Hoe kan dit? Dit is niet legaal! Dit is fucking eng! En we zitten hier echt al redelijk lang. Weet je welke film ik nu moet denken? Goedemorgen, dames en heren. Vandaag is het zondag. En het is 7 uur 's ochtends. Ik heb niet zoveel geslapen vannacht omdat ik heel lang heb geëdit. En oh my god, vandaag gaan we snowboarden. Let's go! Dus, gisteravond dacht ik, oké, we gaan mijn video uploaden. Voor de computer nerds, de upload speed van het internet hier is 0.2 megabytes per seconde. En laat me eerlijk gewoon zeggen dat het echt dramatisch is. Ik hoop serieus dat mijn video tegen vanavond 7 uur online staat. Video, je hebt 12 uur om te uploaden. Doe je fucking ding. Wat moet die fucking delivery? Maar het is ochtend, dus ik heb zin om te douchen. Deze douche is fucking epic. Ga je zeker meenemen. Het weer vandaag is redelijk nice. Het heeft veel gesneeuwd, maar vandaag is er een soort van mistige sneeuwstorm. Dus iets raar, maar oké, we gaan er gewoon het beste van maken. Fucking radio, shit the fucker. Natuurlijk hebben we vandaag ook weer de packfest van de dag. En vandaag is dat fijn. Finding Packfest. Dit was zo origineel dat ik wel verplicht was van het erin te zetten. Dus hier Finding Packfest. Alsjeblieft, vul het fucking awesome foto. Dus ja, nu gaan wij douchen. Let's fucking go. Dit is part 1, de rest is daar in het buffet. Wat is dat? Oh, zij moet niet hier in die doen, ik ga ze lullen. Wil je niet gefilmd worden? Nee. Dus het is hier fruit. Super, wow. Goedemorgen. Goedemorgen. Café. Is het lekker? Geen reactie. De sfeer is weer top. Iedereen is hier gekke dingen aan het eten. Ik heb gewoon helemaal bord gevuld met bacon en... Hallo Poetin, goedemorgen. Alles goed? Oké, dames en heren. Het is tijd om te gaan snowboarden. En zo even fast forward. Staan we gewoon op de berg. Klaar om voor de allereerste keer naar beneden te gaan dit jaar. Ik heb er fucking veel zin in. Zeker dat ik omhoog. Ik hoop dat de wind niet te erg is. Ik heb er zin in. Let's go! Moving like the speed of sound. Keep on the ground. Wat een langzame kutmuziek. Ja, dus. Ik chill eens. We zitten hier nu gewoon op de berg gewoon te wachten. We gaan zo meteen eten. Ja, is fucking nice. Ik dacht dat het sneeuwstorm ging zijn of zo. Blijkbaar is het toch gewoon mooi weer. En we zitten hier bij de bomen. Hallo bomen. De sneeuw is super goed. Het is gewoon vers. Het is de eerste keer dat het echt pure sneeuw is. Het is super cool. Dus ja. Like. Stoeltjes lift, chillings. Overbevolking op de piste valt nog mee. Maar er zijn wel veel mensen. En vooral veel skiers die in mijn weg skiën. En dan botsen ze tegen me en dan steken ze de schuld op mij. Maar het is wel chill. Het weer is nice vandaag. Er is niet te veel wind. En ja, het is gewoon nice. Er is geen sneeuwstorm. Het is een very nice day. Ik moet de bril niet eens aan doen. Het is heel leuk. Dus dames en heren, we gaan nog een beetje snowboarden. Het enige probleem is dat mijn GoPro plat is. Maar we fixen het allemaal morgen of zo. Dus let's go. We hebben net gegeten, echt super awesome. Maar het is hier extreem druk. Waarschijnlijk horen jullie geen fuck van wat ik zeg. Maar ik praat toch. Het was lekker. Nu gaan we weer snowboarden. Super chill. Let's go. We gaan verder snowboarden. Let's go. Als er iets is wat ik haat aan skiën of snowboarden, dan is het de fucking haaklift. Echt, deze sleeplift. Het is zo saai. Het gaat zo traag. Het is kut. En als je valt, dan ben je echt zwaar de lul. Dus ik sta hier nu op de sleeplift en het is kut. Samen met allemaal andere mensen die hun leven ook haten, want er is gewoon echt... Het is de grootste shit die er is. Maar oké, als je daarmee op de berg moet komen, dan... Het is de enige manier, snap je? Het is gewoon kut. Als de sneeuw zo goed blijft deze week, ga ik sowieso wat backflips. Dus achterwaartse salto's doen en zo. En ja, dames en heren, ik heb er zin in. Ik heb er fucking veel zin in. Dus let's go. Oké, ik weet niet of we een probleem hebben, maar we zijn alleen op de piste. En de stoeltjeslift beweegt ook gewoon niet. En iedereen is weg of zo. Hallo? Hey. Hallo? 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 Dank je. Wat de fuck is dit? Die mensen... Nee. Wat? Hoe kan dit? Dit is niet legaal. Dit is fucking eng. En we zitten hier echt al redelijk lang. Weet je welke film ik nu moet denken naar Frozen? En dat is niet grappig. Ben hier niet blijven zitten, alsjeblieft. Help! Help! Ah, ja! Ja! Oh, we bewegen weer. Dank je. Oh my god. Dat was even stress. Ja, even stress hier zo. Stress.
stress, stress! Sowieso binnen een paar seconden stopt hij gewoon weer. Dan hangen we alweer stil. En nee, dat doen ze gewoon om ons naaien. Ze naaien ons gewoon. Ja. Ah, er is ook het. A few moments later. En zo zijn we weer aangekomen bij de laatste afdaling van de dag, dames en heren. Het was een super awesome dag, alleen jammer dat mijn GoPro plat was. Maar voor de rest was het wel een super awesome dag en check dit. Gewoon geen woorden voor, check dit. Als je dit ziet, ja dan, dit is awesome. Vergeleken met Blankenbergen die gewoon even plat is als een pannenkoek. Ja, dit is echt wel, dit is leven. En nu gaan we helemaal naar beneden. Ja, jullie kunnen het niet zien. We gaan gewoon naar beneden snowboarden en dan ga ik zwemmen en een video bewerken. Want daar heb ik zin in. Dus, dames en heren, ja. Kijk hoe cool, jullie zien mij vloggen. Dit is vlogception. Hallo, ja. En dat was gewoon de allereerste dag snowboarden, het was super leuk. Ik heb hier echt heel het jaar naar uitgekeken, het was niet normaal. Maar nu heb ik minder geluk, want deze deur waar ik binnen moet komen voor mijn hotel is met een slot. En jammer genoeg heb ik, ja, de kaart niet mee om deze deur open te doen. Dus nu sta ik hier. Mama? Ja? Kan je de deur komen open doen van het skikot? Ja, ik kom eraan. Oké, dag mama, je stinkt. Je stinkt van het skikot. Ja. Zo hopelijk komt mijn mama snel, want ik ben moe. En mijn voeten doen een beetje pijn. Joep. Dames en heren, het kijk mee, want ik ben thuis. Ik ben in het hotelkamer ding en ik ben fucking moe. Maar oké, het is niet omdat ik fucking moe ben dat ik moet opgeven. Falen is geen optie, dus ik ga gewoon een beetje sneller editen vanavond. En dan slaap ik wel een beetje meer. Dus dames en heren, ik ga op dit moment zwemmen en straks eten. Dus mijn mama is fucking pissed omdat ik zo traag ben en eigenlijk nooit door dat ik zeg. Dus, yes, oké. Okay. Nee, dat is dat de routine, dat wil ik niet meer. Ja, ik ga dus zwemmen. A few moments later. En zo zijn mijn mama en mijn Marijntje, of Poetin, hoe je haar wil noemen, ook al naar het restaurant. En ik ben net uit de douche van het zwembad. Maar oké, ik ga gewoon nu naar hen gaan. En hopelijk zijn ze niet boos. Want het is nu 7:30. En ik ga nu naar hun. Dus dames en heren, ik ga eten. Ik heb er zin in. Ja. Ja. Ik weet niet wat dit is. Het is een schuimpje. Het is een lekker schuimpje. De mascarpone kaas en pompoen. Oh. Nice. Ja, dus smakelijk. Smakelijk, dames en heren. Ja, smakelijk. En zo is het ook al gewoon weer avond. En holy shit. Het is momenteel 11 uur. En mijn mama en mijn Poetin, oma, Marijntje zijn nu nog in de stad iets aan het doen aan het chillen of zo. En ik had, ja, ik moet gewoon werken. Ik moet editen. Ik moet video's bewerken. Ik sta hier een beetje in mijn kamer. En geloof het of niet, het is hier kokend heet. Ik heb de raam moeten openzetten naar buiten. Omdat het anders gewoon veel te warm is. En we're chilling here. Hello, guys. Can anyone hear me? Hello? Hallo buren. Zijn jullie hier buren? Hallo? Een raam stond open. Shit. Nou ja, dat... Shit. Kutzooi. Oké, ja, fuck die shit. Dames en heren, hierbij zou ik de vlog willen afsluiten. Het was een super leuke dag. Morgen ga ik sowieso zorgen dat de GoPro wel opgeladen is. En ik meer kan filmen op de piste. Maar dus dames en heren, ik zou zeggen, slaap wel. Ik ga hem hier even goed leggen. Dames en heren, slaap wel. Rest in peace. En don't forget to like and share. Slaap wel, dames en heren. Yo. Hello.